Ik ben Paul Schouten, melkveehouder in het Boersberg. En vandaag, 8 april, doen wij de koeien buiten. 110 stuks in 2 groepen. We leveren aan Friesland Campina. En dus morgen ligt er weer lekkere melk in de winkel. Daar zorgen deze dames voor. Doordat je als melkveehouder, mijn vrouw die doet ook regelmatig rondleidingen geeft, groep 7, groep 8. Het gaat eigenlijk heel goed. Kinderen worden heel enthousiast, zien dat een koe van gras melk kan maken. Dat is mooi. Dus ja, zo mooi dat hebben. Twee astronauten zorgen dus dat die koeien gemolken worden. En altijd op dezelfde manier en op dezelfde wijze. Kijk, en wij zijn allemaal mensen en als we een keer slecht geslapen hebben, dan gaat het niet zo makkelijk. En dan, koe is een gevoel, echt een heel goed gevoel zie. Dus die willen graag ritme, die willen houvast. En dat kunnen ze nu zelf bepalen. Dus als een koe zich 4 keer wil laten melken, dan doen ze dat. Kijk, en degene die minder melk geven, ja, die worden 2 keer per dag gemolken. Thank you.